Is het eigenlijk belangrijk om van juridische zaken af te weten als we het over dit soort ontwikkelingen hebben? Dat wil ik graag aan Kees Stuurman die vraag stellen. Hij is hoogleraar normering van de informatietechnologie aan de Universiteit van Tilburg. En met name gespecialiseerd in de juridische aspecten van autonome software. Er zijn volgens mij heel veel vragen hierover te stellen, Kees. Kan een autonoom systeem rechtsgeldig contracteren, bijvoorbeeld? Volgens mij gaat de ene laatste spreker, Mike Heurn, daar nog iets over zeggen. Kan het onrechtmatig handelen en kunnen we zo'n systeem voor de rechtbank dagen? Dat zijn vragen die ook in mijn hoofd spelen, maar misschien onterecht. Maar ik hoor graag wat jouw visie op deze ontwikkeling is. Dankjewel. Menno, ja, we zitten op één lijn, dames en heren, want ik zal meteen een aantal vragen voorschotelen die gaan over juridische aspecten van autonome systemen. Nou, de eerste twee hoef ik eigenlijk al niet te behandelen. Die tweede is overigens ook wel relevant, want vanmorgen kwam het schilderij langs. U heeft u gezien, moesten we kiezen, is dat dan een mens of niet? Ik dacht, nou, Mondriaan ligt zo voor de hand, dus laat ik eens voor de Mondriaan gaan. Dat was het verkeerde antwoord. Maar wie heeft dan dat rechterschilderij gemaakt? De machine. En bij wie rusten de rechten daarop? Makers van de software, de gebruiker, de producent van het apparaat, wie mag het zeggen? Wie is er eigenlijk aansprakelijk als er een autonoom systeem schade veroorzaakt? We zullen nog wat naar de auto kijken straks. Menno noemde het al even, moet een robot wellicht gestraft gaan worden? We hoorden vanmorgen al in het verhaal van Piet Jonker dat robots straf krijgen. Ik vroeg me er toch even af hoe dat gaat, een stroomsteltje of zo. Dan begint het toch weer te lijken op dat andere verhaal. Is er eigenlijk een heel fundamentele vraag? We kennen de digital divide, maar is er ook de robotic divide? Als Watson, als AI, zoveel belooft en allerlei diensten en producten veiliger, noem maar op, en diensten beter maakt, bestaat er dan niet een basisrecht? Of moeten bepaalde mensen in de samenleving, omdat ze dan niet kunnen betalen, mogen daar geen gebruik van maken? Dat zijn de fundamentele vragen. Aan welke basiseisen moet eigenlijk zo'n systeem voldoen? Het moet natuurlijk veilig zijn. Maar denk ook aan toegankelijkheid, transparantie. Nou, kortom, we hebben wetten nodig, denk ik, als jurist. Dat is ook niet zo vreemd natuurlijk. Juristen zijn vanmorgen alleen nog maar slecht in het nieuws gekomen. Ze zijn bullshit job, was het. Dat was een bedrijfsjurist, dat ben ik nadrukkelijk niet. Ik heb als advocaten en hoogleraren nog niet zo over de hekel gezien. Die zijn echt nodig, geloof me maar. Die wetten die zijn er in 1942. Dit is natuurlijk niet serieus, want het is de science fiction literatuur, Asimov. Kort verhaal, hij schreef drie wetten. Als u naar die eerste wet kijkt en aan DARPA denkt, dan zult u begrijpen dat niet iedereen heel blij wordt van deze wet. Die militairen willen natuurlijk niet dat een robot een human being niet mag beschadigen. Dat is nou het enkele doel van die robots. Maar het is wel aardig om te zien dat die wetten er waren. Het was eigenlijk de basis voor zijn verhalen verder, die heel succesvol waren. Maar heel serieus, juridisch is het niet, maar het is wel te leuk om toch even om over te slaan. Kom ik veel dichter bij huis en dan zie ik een stuk uit 2006. Daar weet ik iets meer van, want ik mocht voorzitter zijn van een werkgroep van wat toen nog ECP-NL heet, nu ECP-EPN, het e-commerce platform. En wij maakten een handreiking voor gedragsregels voor autonome systemen. En het aardige is, was dat ons idee? Nee, het kwam uit de industrie. De industrie die dit type producten maken, die zag in met name de bankverzekeraarshoek weerstand tegen de introductie van slimme software. Want het was niet identificeerbaar, het was niet transparant, er kon geen reporting worden gedaan. En toen hebben ze ons gevraagd, maak een set gedragsregels. Daar zijn we in Nederland goed in, we beginnen altijd met zelfregulering. Is er ooit iets mee gedaan? Ik denk in alle eerlijkheid niet, 2006. Het was gewoon te vroeg, maar het gaat wel komen. Als je kijkt in wat de wetenschappers ook zeggen, hè, dat ben ik ook, en dan hoe kijk je nou naar regulering aan? Nou, er zijn er een paar invalshoeken. Rond robotica, autonome systemen, hebben enerzijds de wet en regelgeving. En dat kan harde wetgeving zijn, maar dat kunnen ook gedragsregels zijn, dat kunnen normen zijn, maar wel onder controle van de wetgever. Dat is één benadering. Tweede, kunnen we het gedrag van gebruikers heel goed reguleren door middel van het ontwerp. Denk aan uw auto, de snelheidsmeter begint in groen, op een gegeven moment gaat hij in rood. De bedoeling is, rood associëren we met gevaar, risico, we moeten rustiger aandoen. Maar denk ook aan de eco-feedback die we krijgen van onze auto. Want u kunt zien of u zuinig rijdt of niet. Dat zijn manieren om ons gedrag te beïnvloeden. En ten derde hebben we gewoon hardcoding, regelen door code. Een snelheidsbegrenzer in een auto, los van het hacken, wat natuurlijk altijd mogelijk is, die maakt het gewoon onmogelijk om een bepaalde snelheidslimiet te doorbreken. Dus dit zijn benaderingen die je ook rond robotica terugziet en die zullen ook wat voorbeelden straks van geven. Goed, we gaan even als casus doen de zelfrijdende auto. Ze zijn van sexy tot minder sexy, maar we hebben ze vanmorgen al even op het toneel gezien.
zijn er eigenlijk juridische vragen? Nou, vanmorgen had Gerard Dolle al een vraag rond de toelating van auto's natuurlijk. Hè. Hoe ga je software ook testen? Er is eigenlijk niet eens een goede kwaliteitsstandaard van software, althans geen metriek, dus dat is echt een uitdaging. Welke veiligheidseisen gelden? Wie is aansprakelijk? Hoe zit het met de certificering? Hela wierp de vraag al op, kan de auto in 020? Nou, dat zou wel eens kunnen dat dat alleen een bepaald type auto is. Want platoenrijden op de snelweg is stukken eenvoudiger dan echt in de 020-omgeving. In 010 kunnen ze natuurlijk gewoon schade aanrichten. Ik ben een echte Amsterdammer. Maar het zou dus kunnen dat daar kwalificaties aan de grondslag komen te liggen. Denk ook aan databeveiliging. Er zijn nachtmerriescenario's rond cybercrime. Je zelfrijdende auto haalt de kinderen van school, maar levert ze niet thuis af. Dat klinkt heel angstaanjagend. Voor sommige mensen misschien een opluchting als ze lastig zijn. Maar u begrijpt waar het over gaat. Die auto's zijn kwetsbaar voor hacken en dat gaat gewoon gebeuren. De FBI heeft een scenario in de Verenigde Staten, waarin op een gegeven moment door een virus alle auto's op een vast tijdstip, één bepaald tijdstip, 120 gaan rijden en tegelijk links afsturen. Als dat gebeurt, is 9-11 kinderspel. En dat staat ons mogelijk te wachten. Impact op parkeerbeleid. Waarom zou ik nog duur geld betalen, veel geld betalen voor parkeren in de binnenstad? Ik stuur mijn auto naar de buitenwijk, daar overlast en de business case van de parkeergarages in de binnenstad gaat onderuit. Wat gaan we daarmee doen? Ook de impact op handhaving. En ook wel grappig, een van de auteurs schreef, de overheid zal een oplossing moeten vinden voor het verlies aan opbrengst aan boetes. En want die voetgangers die blijven, zoals Hella zei, in Amsterdam wel door rood lopen, maar die auto's gaan zich natuurlijk keurig gedragen. Nou, wat moeten we daar... Ja, kunnen we niet naar alle onderwerpen kijken, u zult begrijpen. Want wat op de vorige sheet toch niet expliciet stond, is natuurlijk ook dingen als werkgelegenheid. En een droom van mij... De zelfrijdende taxi zal ons ook bevrijden van TCA en vergelijkbare problematiek. En daar zie ik echt naar uit. Goed, aansprakelijkheid. Wat is er nou aan de hand als je kijkt naar autonome systemen en aansprakelijkheid? Er is iets nieuws. Tot nu toe kon je, als je met IT een probleem had, leidde het altijd tot in juridische termen zuiver financiële schade. Zuivere vermogensschade. Dat betekende dat er data verloren gingen, maar dat er reputaties verloren gingen. Omzetverlies en een heel enkele keer, dat is tegelijkertijd een zwakte, verlies dus iemand zijn baan. Dat zou vaker moeten gebeuren en dan gaat het met IT ook beter. Nou, maar als we autonome systemen krijgen, dan gaat er iets nieuws gebeuren. Want dan wordt het ineens gekoppeld aan een apparaat en dan kan er iets of iemand stuk gaan. Iets, een product, een object, maar ook iemand. U en ik, dood of letsel. Nou, dat geeft natuurlijk allerlei problemen voor verzekeraars. Ik wil de drie vragen behandelen. Wie gaan we aanspreken? Informatieplichten spelen een belangrijke rol als het gaat om aansprakelijkheid. En ten derde ook normverschuiving. Omdat het beter kan, zijn we ook eerder aansprakelijk. Ik ga u ook betrekken in een testje op dat punt. Eerst eens even kijken hoe het zit met de vraag wie we gaan aanspreken. Nou, u ziet hier wat potentiële kandidaten. Ik ga ze niet allemaal langs, maar we zien wel dat er wat verandert. De bestuurder wordt dat eigenlijk niet gewoon ook een passagier. Ja, als je niet meer kunt sturen, dan verliest je het recht dus ook zijn aanknopingspunt op dat vlak. Ontstaat mogelijk een gat, zouden verzekeraars daarin moeten springen? We zien in de Verenigde Staten op zo'n ontwikkeling, ook rond de Volvo. De fabrikant zegt, ik neem die risico's op me, gewoon om het vliegwiel op gang te krijgen. Autofabrikant wordt geconfronteerd met productveiligheid, eisen. Dat betekent dat de auto de veiligheid moet bieden die men mag verwachten. En men, dat zijn wij zoals we hier zitten. En wat gebeurt er met die verwachting? Maar natuurlijk ook de wegbeheerder. Nederlandse wet, elders ook, de weg moet in goede staat zijn. Wat betekent nou een goede staat als het gaat om een zelfrijdende auto? Dan krijgen we met V2R, Vehicle to Road Communication, te maken. En dat betekent dat de wet aan heel andere eisen moet voldoen. Als de weg even uit is, wat dan? Dan kan die auto niet meer praten met de weg en er gebeurt wat. En natuurlijk, die overheid moet er wetgeving komen, moet er goede regelgeving komen. Het zijn allemaal partijen waarbij mogelijke aanspraken kunnen worden neergelegd. En daar zijn nog wel wat nieuwe regels voor nodig, moet u maar van mij aannemen. Tweede vraag, informatieplichten. Productaansprakelijkheid zegt dat de mate van risico die je als producent loopt, mede wordt bepaald door de presentatie van het product. Dat betekent de instructies. Wie heeft wel eens het hele handboek gelezen wat hij heeft gekregen bij een nieuwe auto? Nou, iedereen is eerlijk, dat leest niemand. Waarom denkt u dat dat handboek gemaakt is? Om u uit te leggen hoe die auto werkt? Ja. Maar natuurlijk ook om te disclaimen en te zorgen, dit mag niet en we hebben u daarover gewaarschuwd, et cetera. En we hebben het nu al met z'n allen, allemaal hoogopgeleide mensen, niet gelezen. Goed,
Die informatieplichten zijn ook moeilijk. Het blijft best lastig om iemand uit te leggen of zijn auto nog wel of niet over een voetgangersbescherming bezit. We krijgen een filmpje te zien van iemand die dacht dat dat er wel in zat. Hij heeft een X66 gekocht, een Volvo, en weet zeker, zo zeker dat hij durft te experimenteren. Moet natuurlijk even verevigd worden en via WhatsApp gedeeld. Nou, we moeten in ieder geval vaststellen dat die communicatie van in dit geval Volvo met althans deze klant niet goed gelukt is. Ja, bij het putje, het is altijd hetzelfde. Maar dat betekent, moeten we dan voor die zelfrijdende auto's iemand uit hebben fietsen met een rode vlag? Dat is natuurlijk ook geen optie. Misschien moet je wel denken aan specifieke trainingen. En dat is toch eigenlijk vreemd, want die auto zou zo slim moeten zijn dat u en ik gewoon kunnen instappen. Misschien wel een aparte rijbewijs. Je hebt nu aparte rijbewijzen, mag je alleen maar in automatische auto's rijden, automatische schakelauto's. Niet in handgeschakelde auto's. Misschien krijgen we ook zoiets rijbewijs. Moeilijk te zeggen. We willen het allemaal simpeler hebben, maar die instructie, die informatieplicht wordt steeds lastiger. Hoe leg je nou als autofabrikant uit wat zo'n autonoom systeem kan doen? En hoe leg je dat uit aan een gemiddelde weggebruiker? En dan zijn, zoals we hier zitten, niet representatief. Dat is de harde werkelijkheid. Goed, daar ligt dus een uitdaging. Het derde punt is de normverschuiving. Er kan steeds meer. Heeft dat nou ook tot gevolg dat we dan aan meer risico lopen, meer aansprakelijkheidsrisico's? U heeft het voorrecht om voor het eerst onderwerp te zijn van een binnenkort wereldberoemde test. En dan zal men zeggen, dat begon ooit in het Spand. Ik neem u mee naar een praktijkruimte van een artsenpraktijk. En daar ziet u drie deuren. Er zitten allemaal artsen achter, spreekkamers. Die bordjes kunt u niet lezen, die heb ik nog even beter voor u op het plaatje gezet. Kamer 1 zit een huisarts. Kamer 2 zit een huisarts die ook Watson gebruikt. Kamer 3 zit alleen Watson. Goed, wie van u gaat het liefst naar kamer 1? Om nou even hand op te steken. Dat zijn er heel weinig. Wie gaat het liefst naar kamer 2? En wie gaat er het liefst naar kamer 3? Nou, dat zijn er ongeveer net zoveel als kamer 1. Kamer 1 leidt naar de badkamer van de familie Stuurman thuis. En kamers 2 en 3 naar puberkamers. Ik heb ze ook bewust dichtgelaten. Maar wat ik wel zie, wat u kunt zien, is dat hier dat u kiest voor 2. U heeft kennelijk al zoveel vertrouwen in Watson, dat u denkt, daar ga ik liever heen dan naar alleen Watson. De combinatie met de mens. Of dan alleen naar die huisarts die het gewoon met zijn eigen grijze cellen moet doen. Als we kijken naar aansprakelijkheidsrisico, dan heeft het degelijk betekenis. Een arts die moet de deskundigheid bieden die een redelijk handelende vakgenoot. Dus wat een redelijk handelende arts zou doen, dat moet je tenminste doen als arts dat niveau. En binnenkort, als we Watson as a Service krijgen, en zorg is een van de focuspunten van IBM, dan kon het ergens voor de hand liggen dat wij niet alleen een scherm krijgen nu waar de arts allemaal gegevens in toetst, maar dat Watson meekijkt en meehelpt. En dan kan die arts daarvan afwijken. Maar dit gaat de aansprakelijkheidsnorm beïnvloeden. Daar moet u echt rekening mee houden. Goed, als we weer even kijken naar die manieren van reguleren, die drie benaderingen, dan kijken we vaak ook als juristen op dit gebied naar de Verenigde Staten. Daar gebeurt het allemaal net iets eerder. En neem ik u even mee naar de wetgeving in Californië. En als u hier kijkt, ik zal het niet allemaal behandelen, maar dan ziet u eigenlijk een mix. Het is wet en regelgeving, maar die wet en regelgeving schrijft hele duidelijke fysieke, logische elementen, kwaliteit aan zo'n auto voor. Er wordt hardcoded, moet je de auto onder controle kunnen brengen, je moet hem kunnen stoppen, je moet altijd weer de macht overnemen. Dus we zien dat die benaderingen, die regelgevende benaderingen, eigenlijk allemaal wel worden toegepast. En ook in dat ontwerp zitten allerlei expliciete of verborgen methoden om het gedrag van ons te beïnvloeden als we met die auto bezig gaan. En deze wetgeving kunnen we ook in Nederland gaan verwachten. Dit wordt waarschijnlijk toch wel echt als een belangrijk model ook gezien. Goed. Als we kijken naar de risico's, dan zie ik naast alle aansprakelijkheidsrisico's, die volgens mij manageable zijn, zie ik nog één veel groter risico's. En dan moet dit citaat maar even kort lezen. At 8 feet, either one will kill the child. We gaan meemaken, hopelijk duurt het nog even, maar het gaat gebeuren dat kinderen worden doodgereden door een zelfrijdende auto. Als dat vroeg gebeurt in de curve, zal er echt een
publieke outcry zijn en zal het publiek en dus ook de politiek die zullen willen ingrijpen in de ontwikkelingen en de toelating van dit soort technologie op de straat. Daarbij vergetende dat er alleen in Europa al 30.000 doden vallen en zoals Gerard Dol vanmorgen aanhaalde wereldwijd meer dan 2 miljoen. Dat hebben we helemaal verdrongen uit ons systeem, maar dat zijn angstaanjagende aantallen. Maar als dit vroeg gebeurt en het gaat een keer gebeuren, dan zal dit emotionele oproep, hè, dus de ethische druk in feite op dit soort technologie zal enorm zijn. Later in de middag komt nog een ethicus aan het woord die daar ook over dit soort voorbeelden ongetwijfeld zal spreken. Maar ik zie dit als een veel groter risico dan het aansprakelijkheidsrecht. Want het aansprakelijkheidsrecht, dat is allemaal niet zo angstaanjagend als dat wel lijkt. En de juristen die kunnen echt wel een toegevoegde waarde leveren. Dat aansprakelijkheidsrecht geeft rond de norm, zorgvuldigheid die men mag verwachten. De redelijk handelende beroepsgenoot geeft ook guidance. Veiligheid kun je niet achteraf aanbrengen. Je zult in het ontwerp, safety by design, dat zul je moeten toepassen. De norm zal omhoog gaan. Naarmate we meer kunnen, zullen wij ook op een hoger niveau op meer worden afgerekend. Maar ik denk dat dat allemaal goed te beheersen is. Maar daar zullen we ook certificeringssystemen voor moeten hebben. Daar zullen we ook moeten werken met normen, et cetera. Heel erg belangrijk, en dan grijp ik eigenlijk weer terug op het verhaal wat ik in het begin aanhaalde, namelijk 2016 gedragsregels, zullen denk ik aspecten zijn als transparantie. Is het niet belangrijk dat je weet wanneer je te maken hebt met een autonoom systeem? Moet je daar niet voor gewaarschuwd worden? Moet die autonome systeem ook niet op een unieke manier identificeerbaar zijn? Moet er niet altijd ook verantwoording kunnen worden afgelegd? Dus moeten er niet gegevens worden vastgelegd over de processen, zodat er die verantwoording achteraf mogelijk is? Dat is natuurlijk juridisch van belang voor bewijsvoering. We weten nu al dat moderne auto's voortdurend gegevens vasthouden en ook uitzenden. En dat je dus ook kunt reconstrueren wat er de laatste minuten of seconden voor een ongeluk precies is gebeurd. Dat is juridisch van belang, dat is uit een veiligheidsoogpunt van belang, et cetera. En dat zal ook bij bredere AI-toepassingen denk ik van groot belang zijn. We hebben met de komst van het internet geleerd dat vertrouwen, trust, eigenlijk de belangrijkste voorwaarde is geweest om die nieuwe technologie geaccepteerd te krijgen in onze samenleving. Ik denk dat we los van het veiligheidsaspect ook dat vertrouwen rond transparantie, toegankelijkheid, accountability, dat dat een heel erg belangrijk aspect is. En natuurlijk spelen er ook nog privacy aspecten, die hangen daar nauw mee samen. Maar als we dat vertrouwen niet onder controle krijgen, dan zal de productie van toepassingen denk ik stuiten en geen brede acceptatie vinden in onze samenleving. Juridisch liggen daarbij geen echte obstakels. Het is heel verleidelijk om rond dit soort technologieën te roepen dat de overheid niet op tijd de wet en regelgeving heeft gemaakt en dat de juristen het hebben gedaan. Daar kun je natuurlijk je tijd mee gaan verdoen, maar het is gewoon bezijden de werkelijkheid. Ik denk dat de Nederlandse overheid heeft laten zien heel sterk in te zetten op zelfregulering. We zijn een van de landen geweest waar e-commerce op de meest succesvolle wijze is uitgerold. Want wij waren de eerste met gedragsregels en dat is later omgezet in de Europese wet en regelgeving. Nou, hier proberen we ook een belangrijke rol in te spelen. Dan niet als productieland, maar voor de auto's in ieder geval als testland. En verder zijn er natuurlijk tal van toepassingen mogelijkheid. Dus dat debat tussen die regelgever en de samenleving is van belang. En de overheid kan ook, of de samenleving kan ook niet zonder. Uiteindelijk is het niet aan de juristen om te bepalen, maar stemt u op politici en die bepalen wat er in de wet en regelgeving komt. En de juristen kunnen helpen om dat uit te leggen in deze context. En dat is een heel interessant debat. En ik hoop dat ik u een kijkje in de keuken heb gegeven hoe je daar vanuit juridisch perspectief mee zou kunnen omgaan. Dank u wel. Als er vragen in de zaal zijn, ik wil even kijken wie de zaalmicrofoon heeft. Hij is daar, dus even hand opsteken als u een vraag heeft, dan kan de microfoon daar naartoe. En anders, was dat een hand opsteken? We gaan het, we kijken wel waar dat Wat gebeurt. Dit moet ik even inleiden, maar ik heb net een boek gelezen van Daniel Kahneman en dat gaat over de besluitvorming, van hoe mensen besluiten maken. En er komt een stuk in voor waarin geanalyseerd wordt hoe rechters in Israël besluiten nemen. En lang verhaal kort, maar via big data komen ze erachter dat als ze niet net een broodje gegeten hebben, de kans groter is dat ze een fout maken. Heel raar, maar hè, dus je moet wat suiker in je bloed hebben of zo. Robotrechters dan. Hè. Denk, moet dat ook niet gebeuren? Moeten we niet een robot Watson rechter naast die rechter hebben zitten? En wordt het dan niet beter recht gesproken? Nou, mijn Leidse collega Jaap van den Erik heeft in zijn oratie al een jaar of 10 geleden gesproken over de rechtsprekende robot.
En toen dacht ik, nou, dat is natuurlijk leuk. In een oratie moet je het publiek prikkelen. Dat was ook wel gelukt. Maar dat toch nog heel erg ver weg zal zijn. Ik denk dat opnieuw de standalone robot, hè, Watson als rechter, ik hoop niet dat we dat meemaken. We zijn nu eigenlijk al in de wetgeving ook beschermd tegen besluiten die uitsluitend door de machine worden genomen. Er moet altijd een mens aan te pas komen. Dat principe wordt echt nog steeds belangrijk in een samenleving waar we naartoe gaan. Maar die combinatie, die wordt natuurlijk wel belangrijk. In het lijstje wat eerder vanmorgen langzaam van de beroepen die gaan verdwijnen, stond judicial clerk. Hè, dus mensen die ondersteunen. De juristen zelf natuurlijk niet, dat speelde me gerust. Maar die ondersteuning, die kan binnenkort wel eens veel beter gebeuren. Want wat doe je tegenwoordig, is het klassieke beeld misschien dat wij van de ene boek naar de andere rennen, is natuurlijk helemaal niet waar. Je zit te zoeken in databases en die gegevens probeer je te verbinden. Nou, dat verbinden is moeilijk, maar dat zoeken, dat kan zo'n robot natuurlijk veel sneller dan dat wij dat kunnen. Dus ik zie inderdaad als een assistent, een Watson-achtige assistent, die een rechter ondersteunt, dat kan wel degelijk van belang zijn. In sommige landen is rechtspraak maar ook veel belangrijker. Hè? Zeg je daarmee dat die computers slechter zijn in besluitvorming? Nou, de echte besluitvorming. Want we kijken natuurlijk in Nederland altijd weer naar de omstandigheden van het geval. Volgens sommige kranten wel eens wat te veel. Maar die persoonlijke omstandigheden zijn wel heel erg belangrijk. Want we moeten niet vergeten dat het niet gaat om het overbieden van meer straf. Want die straffen, het gaat om het effect. En lang niet altijd is daar een harde straf, geeft de meeste effect. Dus ik denk dat een computer daar nog niet aan toe is, ook een Watson niet. Maar als je kijkt naar de Verenigde Staten, wat een heel ander rechtsstelsel heeft en rechtspraak veel belangrijker is, daar is er veel minder de wet, maar dan kijkt een rechter veel meer van, nou, wat hebben anderen gedaan? En dan is natuurlijk een machine die dat heel goed in beeld brengt, die jurisprudentie, is heel erg van belang, ook voor de rechtsvorming. Zullen ze daar dus meer gebruikt gaan worden? Nou, ze zullen waarschijnlijk wel iets eerder gebruikt gaan worden. Ja. In Nederland zijn we natuurlijk altijd wel terughoudend, omdat we dat verschil tussen mens en machine wel zien. Maar ik denk dat nu de automatisering in de rechtspraak, die is al behoorlijk gevorderd. En ook, waarom zou je dit soort hulpsystemen laten liggen? Je moet alleen wel weten wat je wil. Dus net als met die kamer nummer 2, de huisarts met Watson. Je zou uiteindelijk willen dat er nog een mens naar kijkt en dan een gezonde afweging maakt. Want de robot is nog niet in staat om de kwaliteiten van ons als mens en onze sociale, economische situatie goed mee te nemen. Nou goed, misschien komt dat ook nog eens in de toekomst, maar ik zie daar niet naar uit. Nou, ik zie er toch een klein beetje naar uit. Kijk, nou. Is er nog een vraag in de zaal? Kunnen we, hij is daar en hij moet helemaal daarheen. Nou, dat wordt goed gegooid. Ja, dat wordt wel goed gegooid. Hij komt toch redelijk in de buurt. Maar is er ook een vraag? Ja, daarachter. Ja. Er komen heel veel vragen bij, met verschillende belangen voor de overheid, maatschappij en de industrie. Maar aan wie is het uiteindelijk om die juridische kaders vast te stellen? Nou, wij leven gelukkig in een land waar het altijd weer is aan de politiek om de juridische kaders vast te stellen. Juristen kunnen wel helpen om daar voorstellen voor te doen, uitleg te geven, maar het is de politiek die de wetten maakt en dat is een heel groot goed. Dus het zal de politiek ook zijn die hier de handschoen moet oppakken. Wat de Nederlandse benadering als regel is, is dat we eerst experimenteren met gedragsregels. Want we hebben een democratisch systeem, maar dat heeft dan in ons nadeel dat het allemaal nogal lang duurt. Eerste Kamer, Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van State, noem maar op. Dat is ook weer een groot goed, maar dat heb je met korte slagen in de technologie, komt dat niet altijd goed uit. Dus die disconnect moet je zien op te vangen. En daar zijn flexibele normen, maar ook veel zelfregulering in de zin van technische normen en certificeringssystemen. Dat zullen de voorlopers zijn voordat we echt in beton gegoten regels krijgen. En dat zie ik ook nog niet heel snel gebeuren, want die regelgeving zal ook moeten veranderen. Om de paar jaar zullen deze systemen weer nieuwe faciliteiten, nieuwe functionaliteiten bieden. En zal die regelgeving ook weer aangepast moeten worden. Stelt je dit gerust? Ja. Ja. Andere vragen nog uit de zaal misschien? Heb ik nog een afsluitende vraag? Rechten studeren. Geweldig idee. Geweldig idee? Vooral in Tilburg. Vooral in Tilburg? Ja. Kijk, nou hier. Dankjewel. Okay.